Werkt het nog? Oké, dus... Zullen we nog eens van het begin doen? Wij zijn Anna en Lilith van Stilteruimte VZW. Wij maken een podcast over waarom stilte belangrijk is in ons leven. Yes, en daarom interviewen we mensen om te vragen welke effecten stilte heeft op hen. En we willen graag weten hoe zij voor zichzelf stilte voorzien en hoe stil het is in hun hoofd. En we merken dat sommige mensen stilte aanmaken in zichzelf, door te mediteren. Heel veel van de goede dingen die ik heb meegemaakt, of die ik meemaak, komen voort uit een staat van zijn waarin stilte aanwezig is. En anderen zoeken echt een plek op om naar letterlijk akoestische stilte te vinden. Ik denk dat dat ergens moet begonnen zijn toen ik net begon te schrijven. En ook niet echt daardoor gebruik kon maken van een plek die helemaal van mij was. En dus waar ik de omgeving kon controleren of kon afdwingen. Ja, ik ben opgegroeid in een vrij groot gezin bij mijn papa, in een klein appartement. Sommigen gaan ook gewoon lekker in een tuin zitten, bijvoorbeeld. Zo kan je stilte vinden. Sommigen gaan er helemaal voor naar de zee. Dat is ook niet zo ver, want tijdens deze lockdown toch een hele uitstap. Of naar het kanaal. Ja, sommige mensen zijn ook heel lawaaierig binnenin of laten lawaai heel gemakkelijk toe. Een heel zorgeloos liedje. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. In de dag heb je een heel grote drukte. En ineens in de avond is dat helemaal anders. En die plotse verandering, vind, dat is iets wat je niet overal hebt. En dat is echt iets goeds. Et j'espère vivre vieux.